Nu de Sint het land weer uit is, duiken ook de eerste kerstactiviteiten weer op in de regio. Zo staat het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk de komende twee weekenden weer geheel in het teken van de kerstfair. In het iconische kerkje aan de dijk bij Slijk-Ewijk is Galerie 1400 gevestigd. Het kunsthuis van Lindsay Hoogveld. Speciaal voor de kerstdagen heeft zij haar kunstaanbod een beetje aangepast. Normaal heb je alleen de schilderijen van mijn hand, de bronzen beelden van mijn moeder en nog wat andere werken van andere kunstenaars. En deze weekend hebben we ook gezorgd voor leuke, betaalbare, kleinere kunst. Dus dat is wat er extra aan toegevoegd is. Met als speciale toevoeging dat we natuurlijk glühwein hebben, hapje, drankje, live muziek. Gewoon heel veel kerstsfeer, kerstgevoel, dat de mensen tevreden naar huis gaan. Dat is eigenlijk het idee. Eigenlijk dus een kerstmarkt 2.0. Ik ben zelf heel erg fan van kerst. En een kerstmarkt vind ik vaak tegenvallen, omdat het dan toch elke keer weer hetzelfde kraampje is. En ik wilde een beetje een upgraded kerstfair. Dus ik heb mijn eigen kerstfair gecreëerd. Het kunstenaarschap zit inmiddels echt in de familie. Zo is er niet alleen werk te koop van Lindsay zelf en haar moeder. Mijn kinderen mogen één keer per jaar meedoen met het verkopen van hun eigen schilderijen. En inmiddels zijn ze best wel goed geworden. Dus mijn jongste dochter maakt beschermengeltjes. En mijn oudste dochter maakt al behoorlijk goede schilderijen. Wie niet meteen een groot schilderij aan de muur wilt, heeft deze kerstfeer ook keuze uit speciaal geselecteerde kleinere kunstwerken. Dit is bijvoorbeeld een hert die ik heb gemaakt, een jonge reekalf. En deze is normaal gesproken is alles wat ik maak van brons. En deze keer heb ik gekozen voor kunsthars in verschillende uitwerkingen. Kort en staal, serpentijn steenlook en bronslook. Zodat ze ook weer wat betaalbaarder zijn. De kerstfair in het Witte Kerkje in Slijk-Ewijk is op 9 en 10 december. En op 16 en 17 december tussen 1 en 5 uur in de middag.